Hoi. Oké dan, we zijn hier in het prachtige zonnige Groningen. En ik sta hier met, je mag jezelf even voorstellen. Tom van der Looy, middenvelder van FC Groningen. Right. En we hadden net al een paar grapjes gemaakt, maar je heette ook Tom. Officieel heet ik Tommy, maar... Ja, dus je bent geen echte Tom. De mensen noemen me Tom, dat heb ik ook het liefst. Maar er zijn wel echt veel mensen die Tom heten. Ja, ja, we zeiden het al in het team ook al, Tom van Weert. Dus het is niet altijd even makkelijk communiceren. Had je dat op school ook? Dat je dan een van de Tommen was? Nee, ik was de enige, gelukkig. Ja? Dus dat maakte dat makkelijker. Beter. Ik had 4 in de klas zitten die Tom heet. Ik zie al die kopjes opkijken als het Tom wordt geroepen. Ja. Elke keer diezelfde grap. Hé, Tom. En dan als je allemaal kijkt. Maar goed. Leuk dat je er bent. Ik ga vandaag jouw skills testen. Okay. En nou, dat gaat natuurlijk om hooghouden en zo, om trucjes. En als je jezelf een cijfer zou mogen geven van 0, en dan is echt waardeloos, is niks aan, dus stop er maar mee, tot 10. Ja. Dan zou ik me 5,5 geven, net voldoende. 5,5? Ja, ik ben een zakelijke speler, moet ik eerlijk zeggen. Dus... Oké. Maar ook een zakelijke speler. Je weet nooit wat we gaan bereiken vandaag, dus... Maar je kan wel gewoon hoog houden? Ja, ik kan wel hoog houden, okay. Met een bal. En kan je rond je wereld? Jawel. Oké, maar dan zit je al op een 6. Okay. Dat is gewoon netjes. Dat kan ik net, dus dan geef ik me een 6. Oké, yes. We hebben toch omhoog weten te praten naar een 6. Mooi. En als je al deze objecten ziet... Ja, dan begin ik me een beetje zorgen te maken. Ja? Waar denk je dat je het meeste moeite mee gaat krijgen? Ja, met de kleine dingetjes. Met de kleine balletjes, ja. Dus tennisbal, dat soort dingen. Ja. Oké. Nou, vandaag gaan we testen. Ja. Dus ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor, ja. Oké, let's go. Dit is de voorwerpenronde. Ik laat de spelers met 10 verschillende voorwerpen hoog houden. Makkelijk, nou steeds een beetje moeilijker. Tot level 10. Level 10 is deze. Kijken of ze daarmee kunnen hoog houden. Let's go. Ben je er klaar voor? Jawel. Ja. Je mag 10 keer hoog houden met elk object. Als je 10 keer gedaan hebt, krijg je van mij het volgende. Let's go. 6, 7, 8, 9, 10. Keurig. Kijk, die gaat goed. Basketbal. 1, 2, 3. 9, 10. Ballon. Het waait echt hard, dus probeer hem. Ja, kijk, is niet te doen. Oké, deze skippen we. Je krijgt van mij de joker. Oké. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nee! Nee! Ja man, helaas, we moeten streng zijn. Hé, 9 keer. 9 keer met deze bal. 9 keer. Je zei dat je moeite ging hebben met die kleine dingen. Het grootste object in de vlucht gewoon. Maar volgens mij kon je het wel, had je gewoon pech ofzo. Ja. Ik vind niet dat ik bovenaan sta, hè, mijn skills. Of wel? Ah, het kan nog. Er komen nog 2 rondes, maar deze... Ja, deze... Ik zet alles in op de gaten. Oké. Wat, vind je het jammer? Ja, ik baal er wel van. Oké, maar ik wil wel winnen als ik meedoe. Dan ga je de volgende ronde 2 keer zo hard, zeg. Oké, let's go. Volgende ronde is de vragenronde. Ik ga de spelers allemaal moeilijke vragen stellen, makkelijke vragen. Daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat erom dat ze moeten hoog houden. Een minuut lang, kijken of ze het kunnen volhouden. Ik heb gehoord, je hebt VWO gedaan. Ja. Dus dit betekent veel, hè? De vragen moeten goed komen. Oké. Een momentje, ik ga de tijd starten. 1, 3, 2, 1. Ja. Hoeveel is 13 keer 3? 39. Woe, heel goed. Als de bal bij een penalty terugkomt via de lat of paal, mag de penaltynemer hem dan binnen tikken? Nee, mag niet. Oké. Wat was, voor was? Vijf. Wat was, voor was? Vier. Ik vind hem goed. Hoeveel provincies heeft Nederland? 12. Hartstikke goed. Hoeveel is 230 min 13? 17. Oké. Hoeveel zijdes heeft een dobbelsteen? 6. Hartstikke goed. Hoe hoog hangt de lat in een doel? 2,87. Dat is niet helemaal goed. Je mag er nog 1 keer proberen van mij. Je hebt nog 10 seconden. 2,70. Nee, 2,40, maar dat weet je. Ach, dat is wel heel hoog. Wat is de hoofdstad van Nederland? Amsterdam. Nou, lekker bezig. Wat? En dat is hem. 1 minuut. Je hebt wel 1 minuut goed gemaakt, hè? Ja, dit was een lekkere ronde. Deze was goed. Hartstikke goed gedaan. Een minuut volgehouden. Ja, blij mee. Goed gerevancheerd. Ja, deze was lekker. Deze voelt ook goed, denk ik. Ja, man. Geen vraag te moeilijk dus voor jou.
Nee, ja, alleen met de lat. Ja, de hoogte van de lat. 2,40. Maar 2,40, ja. Dat weet ik niet meer. Goed zo, nooit meer vergeten. Het is duidelijk te zien dat je VWO gedaan hebt. Je hebt gewoon, Dankjewel. Oké. Multitasker, check, is gewoon klaar. We gaan door naar de volgende ronde. Speelde jij vroeger wel veel op straat en zo? Meer op het veldje. Meer op het veldje met vrienden. Oké. Okay. Maar wel heel veel gevoetbald, ja. Oké, okay. Want het zit een beetje in jouw familie, hè? Voetballen. Voetbal, ja, dat is niet onbekend bij ons. Nee, precies. Nee. Maar heb je het dan ook meegekregen gelijk al vanaf jongs af aan hier gaan voetballen? Gaan ja, jawel. Ook toen ik bij Groningen kwam, zei mijn vader ook wel, ja, je moet gewoon elke dag oefenen. Mm-hmm. Als je het eerste wil bereiken, moet je gewoon oefenen. Of het nou op straat of op het veld is. Ja. Gewoon die bal pakken en naar buiten. Ja. Oké, nou, en heeft blijkbaar geholpen. Ja, heeft geholpen, zeker. Ja, man. En op straat, zo, dat is wel heel slecht. Hey, sorry. Het begin is fout. Dan hoeven we niet uit te knippen, toch? Pijnlijk tegen. Dan doen we gewoon door. Gewoon doorgaan. Dus volgende keer graag even je telefoon op stil, want dat is echt amateuristisch. Heb je wel eens een panna gekregen? Net nog. Ja, echt net nog? In de ronde, ja. Oh. Maar ik deel ze ook wel uit, dat moet ik wel weer toegeven. Oké. Okay. Ja. Wat is de ratio? Krijg je meer panna's dan dat je geeft? Of, Ik denk dat die gelijk is. Als ik hem krijg, dan moet ik hem ook uitdelen. Dan ga je extra hard strijden. En kan jij nog het gevoel herinneren? Want deze was wel heel recent, maar je hebt vast eentje gekregen die echt pijn deed. Panna. Ah, valt best mee. Geen akkapanna's of zo. Okay. Dat zou wel heel heftig zijn. Mm-hmm. Maar gewoon een simpel poortje krijg ik meestal. Ja, van die knullige dingen. Precies, dat je, onhandig. Ja. Meestal geluk van die anderen. Ja, en wat voor panna's geef jij meestal? Ik geef wel hele mooie altijd. Achterstandbenen en zo, dat soort dingen. Nee, ja. Dat niet, maar wel bewust. Wel bewust. Okay. Ja. En de volgende challenge is de headstall challenge. De spelers moeten de bal bovenop hun hoofd houden en zij gebruiken een normale bal, niet deze gekke bal. En ik ga kijken hoe lang ze dat kunnen. Ze mogen dus niet kijken naar de bal, ze moeten puur op gevoel, moeten ze hem proberen te balanceren. Gaat het ze lukken? Als ik zeg start, mag je je handen loslaten, probeer hem te balanceren op je hoofd. Ja. Ja? In 3, 2, 1, start. Oei! Ik ben benieuwd of je zelf tevreden bent. Deze is het. Ja, wat moet ik erover zeggen? Ja, ja. Nou, of je het goed vindt of niet. Kijken of Bakuna hoog gaat, dan hoor ik het vanzelf. En het welbekende, gaten schieten. Hoeveel punten gaan de spelers halen? Ik ben benieuwd. Oeh. Ai. Het gaat gebeuren. Ai. Ai. Oh, nee. Ja, het begon heel matig. Ik denk dat ik de tweede goed heb gedaan. Ja, en de derde zie je hoe lastig dat is. Dus geen erin gekregen, dus balen. Ja, dat is zonde. Ja. Maar je mikte wel steady voor die kruising. Ja, volgens mij zaten ze er wel dichtbij. Ja, volgens mij had je een paar op de rand. Ja, ja. Maar doe je dit wel eens vaker? Nee, ik heb het nog nooit gedaan. Nee, dit is boeien. Precies. Skills zijn veel belangrijker, joh. Ah, je hebt het goed gedaan. Ik geef je skills toch gewoon wel 8. Een 8. Ja, wel 8 min. Je moet blijven oefenen. Ja? Ik ben streng. Daar ben ik heel blij mee. Allee, dankjewel. Cool. Goed. Tot gedaan. Dankjewel. Oké, mag ik je een truc leren? Ja, dat graag. Oké, let op. Je hebt de bal gewoon in je handen. Ja. Je gaat op één been staan. En met die ga je schoppen, springen en weer landen. Ah, netjes. Kijk, als je die vangt, dan ben ik gewoon blij. Oei. Klaar. Dankjewel. Goed gedaan, man. Blijf oefenen. Is ook wel nodig. Hey! Volgend jaar terug, dan. Ja, is goed. Ik is goed. Revanche.